twee jongens. En die waren zo van, die zeiden ze van, hey, daar hebben we onze slavin. En op dat moment wist ik dat het gewoon het hele schooljaar zo door zou gaan. Ik ben Zoe, ik ben 16 jaar, ik woon in Velswijk en ik woon hier samen met mijn ouders en mijn broertjes. Vrijheid betekent voor mij dat iedereen zichzelf kan zijn en dat niemand je daarin kan beperken. Mes, steek, pijn. Deze woorden lijken alleen in misdaadseries voor te komen. Maar het gevoel en het verdriet kan ook door woorden worden veroorzaakt. Want wat zou jij doen als je als kind racistisch wordt uitgescholden? Vieze zwarte. Slavin. Ga terug naar de dierentuin. Mes. Steek. Pijn. Schapjes. Het is niet zo snel dat je een half Surinaams meisje op het platteland ziet wonen. En dan voel ik me toch best wel stoer bij of zo. Ik woon gewoon op een boerderij. Tussen de weilanden. Tussen de schaapjes. Ja, mijn moeder is Surinaams. Okay. En mijn vader is Nederlands. Okay. Alleen, mijn moeder is wel in Nederland geboren ook. Dus eigenlijk ben je gewoon hartstikke Nederlands? Ja, met de haren en de huidskleur van een Surinamer. In mijn middelbare schoolperiode was het gewoon dat er gewoon groepen mensen waren die alleen maar stroomgeluiden maakten vanwege mijn haar. Omdat ze vonden dat ik mijn vinger in het stopcontact had gestoken. Het begon eigenlijk al bij dag 1. De eerste dag toen zou ik met een groep naar school fietsen en weer terug. En toen kwamen er twee jongens en die waren zo van, die zeiden ze van, hey, daar hebben we onze slavin. En op dat moment wist ik dat het gewoon het hele schooljaar zo door zou gaan. Toen ik het met mijn leraar over had van hoe ik mijn verhaal wou vertellen, zei hij van, schrijf alles op. Daar was ik zo blij mee, want als ik erover ga praten, dan was het alles een brok in mijn keel. De mening van anderen maakte me toen best wel heel erg bang. En het papier had dat niet. Dus als ik iets opschreef, dan praatte het niet terug. Maar op het moment dat ik het dus aan andere mensen liet lezen, was het zo van, dan ging het ineens terugpraten. Dus dan was het niet ineens stil en luisterde het. Nee, dan ging het ook terugpraten. Het raakt je nog steeds, hè? Ja. Ja. Toen kwam er de speech. Wat toch eigenlijk een beetje het moment is waarop alles veranderde, of alles bij elkaar kwam? Ja, het was net een puzzel. Alles viel op zijn plek. Al die ellende die ik dus de jaren door heb moeten maken, dat was het op een of andere manier allemaal waard voor dat ene moment. En dat was ook het moment dat ik dacht van, zo, ik heb het gewoon eigenlijk omgekeerd tot iets heel krachtigs. En nu kan ik ook andere mensen inspireren en andere mensen hun ogen laten openen van wat er nou eigenlijk echt is gebeurd. Ik ben benieuwd. Hoeveel views heb je al? Dat staat er niet bij. Nigger. Hou je vingers uit stopcontact. Mes, steek, pijn. De reacties op mijn speech, ja, die waren heel positief. Echt heel positief. Echt, mensen waren echt heel erg onder de indruk. En dat zijn ze nog steeds. Als mensen mijn speech zien, ze nog steeds zo onder de indruk zijn. Ik ben van, wow. Dat is iets waar ik eigenlijk alleen maar van kon dromen toen ik in de tweede of in de derde zat. En hoe zie jij dan de vrijheid in de toekomst? Als in iedereen gelijk. Ik hoop dat mensen gewoon geen kleur zien. Dat je gewoon de mens ziet zoals die eigenlijk is. Gewoon niet dat mensen oordelen over jouw uiterlijk. Is dat toch nog steeds zo dan? Ja, ik denk het wel. En dat zie je overal. Dat zou wel. Misschien is het binnen een bedrijf, misschien is het op school. Of gewoon het moment dat er verschil wordt gemaakt. Nou, misschien tussen man en vrouw. Of donker en wit. Het zal altijd zijn. En als dat een keer weggaat, dan denk ik dat het heel mooi zou zijn. En dat het zeker ook de vrijheid zal vergroten. Natuurlijk, het maakt je echt wel uit wat mensen soms van je vinden. En zodra mensen zeggen van, oké, weet je wel, zo gewoon accepteren zoals je bent, ja, dat zorgt ook wel voor een stukje vrijheid. In ieder geval, zo voel ik dat. Want op het moment dat je echt gewoon de deur uitstapt en zo van, hier ben ik,
dat voelt al een stuk fijner dan dat je de deur uitgaat. En... ik zit in een klas met heel veel verschillende mensen. En we lijken ook allemaal niet op elkaar, maar we hebben wel allemaal dat we elkaar accepteren voor wie we zijn. En dat is zo fijn, je wordt niet raar aangekeken of zo als je op school komt. Ja, ik hou heel veel van mode. Eigenlijk sinds dat ik al klein ben, vind ik het heel erg leuk om kleren te combineren. En kleren op straat kijken, hoe mensen eruit zien, vind ik ook wel heel leuk. Dus vandaar eigenlijk de keuze van de opleiding. Denk niet wit, denk niet zwart, maar denk in de kleur van je hart. Ben je stiekem ook een beetje trots? Ja, zeker. Ja, heel erg.